Hey guys! Het is te lang geleden dat ik een tea time heb gemaakt. Vorige maand is het niet gelukt en dat kwam omdat ik een heleboel dingetjes aan het veranderen was in het tea time concept. Tea time gaat vanaf nu, zoals je misschien al aan de titel hebt gezien, geen tea time meer heten, maar hartjes! Hartjes! Dat betekent niet dat we geen thee meer kunnen drinken. Dat betekent niet dat ik niet meer gewoon gezellig met jullie ga kletsen hier. Maar dat betekent wel dat er wat veranderingen zijn in de serie. Ik had het gevoel dat Tea Time nog heel erg om mij draaide in plaats van om jullie. Zo vertelde ik bijvoorbeeld over mijn favorieten. En ik dacht, wat heeft dat nou met jullie te maken als ik over mijn favorieten aan het praten ben? Ik wilde juist van Tea Time een serie maken die heel erg om jullie draaide. En toen dacht ik van, hoe kan ik dat nou voor elkaar krijgen? Daarom heb ik ervoor gekozen om de serie te veranderen in hartjes. Inmiddels staat dit gebaar een soort van voor mij en mijn kijkers, voor mij en jullie. Jullie doen een hartje als jullie me zien in het openbaar en dat vind ik altijd mega leuk. Jullie doen hartjes op foto's die jullie naar me sturen. Dus daarom, hartjes. Mijn favorieten van de maand ga ik eruit halen, want dat heeft niks met jullie te maken. Ik ga nog steeds de vraag van de maand beantwoorden. En ik ga jullie natuurlijk verjaardagskaartjes blijven sturen. Maar in plaats van het huisdier van de maand heb ik iets anders leuks verzonnen. En dat is namelijk dat ik in elke aflevering één van jullie ga verrassen. Nou, dat zien jullie allemaal later in deze aflevering. En ga ik nu beginnen met de vraag van de maand. Deze vraag is van een meisje. Ze zegt, ik ben al 9 jaar lang verliefd op een jongen en we hebben nu bijna 2 jaar verkering. Ze zaten altijd bij elkaar in de klas, maar nu ze naar de middelbare school zijn gegaan, zitten ze niet meer bij elkaar in de klas. En daardoor zien ze elkaar wat minder en hebben ze ook al een hele tijd niks leuks meer samen met elkaar gedaan. Ze vinden elkaar nog steeds heel lief en leuk en aardig, maar ze zoekt eigenlijk naar iets om te doen wat niet veel geld kost, maar wat wel heel leuk is om hem een beetje te verrassen en samen een leuke tijd te hebben. Vroeger speelden we natuurlijk heel veel spelletjes. Dat klinkt misschien een beetje suf, maar spelletjes zijn nog steeds heel erg leuk als je er een beetje aan overgeeft. Ik snap het wel dat als je misschien bordspel hoort en dan Monopoly voor je ziet, dat je meer doet denken aan een suffe avond met familie. Ook al kan dat echt ontzettend leuk zijn. Maar ik denk dat spelletjes echt de beste oplossing zijn voor als je ergens naar op zoek bent om gratis te doen, maar wat ook nog eens heel erg leuk en gezellig is. Je kan natuurlijk een bordspel erbij pakken. Er is vast wel in één van jullie twee huizen een bordspel te vinden. Maar wat je ook kan doen is op internet zoeken naar spelletjes. En dat kunnen ook dingen zijn waar je helemaal geen benodigdheden voor nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld Doen Durven of de Waarheid, waar je super veel vragen van hebt staan op internet. Het is heel grappig, het is gezellig en misschien leer je daardoor je vriendje ook nog wat beter kennen. En je hebt ook spelletjes zoals Wie ben ik? En dan moet je een kaartje op je voorhoofd plakken en dan mag iemand anders erop schrijven wat het is. En dan moet je dus van jezelf raden wie je bent door te vragen van ben ik een jongen, ben ik een meisje, ben ik een artiest, ben ik iemand die ik persoonlijk ken, dat soort dingetjes. En zo kan je eigenlijk nog wel veel meer dingen bedenken. Wat ik ook altijd heel erg leuk vond om te doen is foto's van vroeger terugkijken. Dus misschien hebben jullie allebei wel een fotoboek waarin je een beetje kan bladeren en babyfoto's van jezelf kan opzoeken. Dat vind ik altijd heel erg grappig om te doen. En anders kan je altijd nog samen brownies gaan bakken. Dan koop je zo'n bakmix voor een paar euro bij de supermarkt als je dat kan uitgeven. Dan doe je dat thuis, ga je lekker samen brownie bakken, lekker kliederen. En dan heb je uiteindelijk iets heel lekkers om op te eten. Veel succes, ik hoop dat het goed komt en dat jullie nog lang samen zijn. En dan nu, het nieuwe onderdeel, de verrassing. Ik vond het best wel spannend, want ik heb nog helemaal niet zo vaak kijkers van mij verrast of zomaar spontaan ontmoet. Dus het was een beetje een geregel, maar het is ontzettend leuk geworden. Ik heb Femke verrast en dat ga je nu zien. Dus vandaag ga ik Femke verrassen. En Femke die kijkt al best wel lang mijn video's. Haar vriendinnen hadden eigenlijk een mailtje gestuurd met de vraag of ik haar een kaartje wilde sturen voor die verjaardag, maar ik dacht, nee, we gaan het even iets heel anders doen. Ik ga haar verrassen voor een video. Bijna al haar vriendinnen zitten in het complot. Je moeder zit in het complot. De moeder van een ander vriendinnetje zit in het complot. Dus ik hoop dat ze het niet verwacht. Ik ga straks even naar de supermarkt om een lekkere taart te kopen, zodat we die kunnen eten. En ja, ik vind het wel spannend. Ik hoop dat ze het leuk gaat vinden. Oh, ik vind het wel spannend. Eetje. Ik moet wel zien, dat denk ik al. Ik denk dat ze me al zien. Oh, ziet het ook niet? Oh my god! Oh my god! Nee! Nee! Oh, wat grappig dat je net om de hoek was. Sorry. Oh my god! Dit is echt heel erg raar. Gewoon echt alsof ik droom of zo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ik ga
elke keer als ik naar iemand toe ga, ga ik ook een soort van spelletje spelen met diegene. Het leek me heel grappig om elkaar te tekenen. Oh. Maar dan als een voorwerp. Oh. Ik dacht van, als jullie nou kunnen bedenken als wat wij elkaar moeten tekenen. Dus dat kan echt letterlijk, kan het een kat zijn of een cactus. Of een cactus. Femke houdt heel erg van cactussen. Dus we gaan elkaar nu tekenen als een cactus. Ik ben super benieuwd hoe dit gaat worden. Alleen nu is het heel grappig, want omdat we cactussen zijn, is het net alsof we echt super behaard zijn. Ja. We zijn klaar en dit is het eindresultaat. Je ziet echt wel. Ja, ik vind het ook echt zo'n artistieke kunsten. Ik kom hierbij echt naar voren. Ook al was het alweer 2 weken geleden, hoop ik dat ik je verjaardag nog iets leuker heb gemaakt. Nou, echt een stuk leuk. Ik vond het echt heel erg leuk. Cool. Oh, maar dat is misschien wel leuk om met alle meiden te doen. Om hartjes te doen. Nou, ik vond het echt mega leuk vandaag. Dank jullie wel. Hartjes! Het was echt een hele gezellige middag. De meiden hadden zelfs nog cadeautjes voor mij gekocht. Terwijl Femke jarig was. Dit had echt niet gehoeven, maar wel echt mega lief van jullie. Als jullie dit kijken, ik hoop dat jullie ook een leuke middag hebben gehad. En ja, het was een hele goede eerste editie van Hartjes. Het allerleukste van het maken van de tekeningen vind ik hoe vaker ik bij mensen langs ga, hoe meer tekeningen ik van mezelf ga hebben als verschillende voorwerpen. Dit is bijvoorbeeld die van Femke. Maar ik wil uiteindelijk een achtergrondje maken met alle tekeningen erop, zodat die gewoon achter me hangen. Dat lijkt me echt super cool. En ik bewaar ze natuurlijk sowieso allemaal. En dan tot slot de kaartjes van deze maand. Ik ga zoals altijd weer 5 kaartjes versturen. Ik heb het trouwens vorige maand ook gedaan. Ook al heb ik geen video online gehad, ik heb wel gewoon de kaartjes gestuurd. En dit zijn de kaartjes van deze maand. Ten eerste dit kaartje van Petit Louis. Er staat op een maandje en dan I love you to the moon and back. Omdat ik van jullie hou. En deze straks bij iemand thuis kan liggen. Dan heb ik deze kaart van Paperclip door Bill Ritchie. En dit is een grappige kaart die ook nog open kan. Er staat een tekstje in. En hij is een beetje met een structuurtje. Dat vind ik altijd heel fijn om aan te zitten. Ik heb deze kaart van Lillemore en dit is een mega leuke kaart met een cactus erop. Die was eigenlijk heel erg geschikt geweest voor Femke, maar toen wist ik nog niet dat ze van cactussen hield. Een kaart van Jot. Dreams are only dreams until you wake up and make them real. Omdat dat een hele goede boodschap is. En tot slot een kaartje van Oh Dear met een dog nut erop. Oftewel een hondje met een donut om zich heen. Ik vond het wel heel grappig. En dan is dit de aflevering van Hartjes van deze maand. Mocht je iemand kennen die je wil laten verrassen door mij, dan kan je dat altijd laten weten via hartjes@teske.nl. Heel veel hartjes en tot de volgende keer. Doei doei!